Kees. We staan hier bij Kees Verbeek en Marino Soutendijk, oprichters-eigenaren van Abovo Maxfleet. Waarom deze dag? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om onszelf en onze klanten vooral te inspireren in hoe ze die medewerken in elkaar. Je hebt vaak één op één heel veel gesprekken over de business van de klant en hoe wij ze daarin kunnen helpen. Maar hier geven we een veel bredere scope waar wij als bedrijf mee bezig zijn. Dat gaat op een hele informele manier. En we kunnen met elkaar de verbinding aangaan en onze kennis aan elkaar overdragen. En hoe vond jij de speech? We hebben hier net over luisteren naar Christian van Tillo. Ja. Hoe vond je zijn speech en hoe draagt hij daartoe bij? Nou, Christian van Tillo hebben we al een aantal keer mogen bewonderen. En ik vind zijn speeches altijd enorm interessant. En ik ben eigenlijk van A tot Z geboeid aan het luisteren aan die man. Hij heeft een hele duidelijke visie over zijn bedrijf en over de toekomst, vooral ook van onze branche. En ik eigenlijk was ik best wel trots ook dat hij hier is. Het is toch echt een man die ook volop in het nieuws is. Zeker nu met de overname die hij van plan is te gaan doen van de RTL. Dan wordt hij nog groter in Nederland. Dus heel leuk dat hij hier vandaag ook aanwezig was. En wat verwachten jullie voor de rest van deze middag, op deze klantendag, vanuit jullie klanten eigenlijk? En het programma? Ik denk, we hebben hele leuke en zeer uiteenlopende breakout sessies, zoals wij dat noemen. En ik verwacht dat iedereen heel geïnspireerd gaat raken van hetgeen wat ze daar horen. Misschien dingen bevestigd krijgen die ze al wisten, maar hopelijk ook dingen waarvan ze zeggen, hé, daar moet ik toch eens over na gaan denken. Heel veel dank.